Jojo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Jarno. En mijn naam is Dominique Reutinger. En vandaag gaan we hier fitnessen, natuurlijk bij de open air gym. Want ja, we hebben die gevonden, we hebben 15 les gevonden en we willen het uit gaan proberen, echt gewoon op YouTube. Hij is helemaal nieuw. Wij gaan hem gewoon reviewen, vandaag bij ons. Ik neem jullie eventjes mee. Je hebt meerdere onderdelen, dit is één onderdeel. Ja man, dat is een beetje onhandig met dat grote statief, maar ja. Dat knip ik er gewoon uit. En hier heb je zeg maar het onderdeel en dan kun je leg raises doen. Ik heb geen idee wat dat is. Crunches, planks en nog meer planks. Dat is een side plank en dat is een normale plank. Dat kun je hierop doen. En natuurlijk iets van de buitengebruikte oefening of zo. Demonstreer jij het eens wat je hier kan doen? Dat plaatje. Nou, hier heb je het plaatje en dan hier kun je dat omhoog tillen, daar naar beneden duwen, squatten en iets met je rug of zo. En dit is heel simpel, dit is gewoon Northern Walker. Jullie kennen dat denk ik allemaal wel. Goed voor je conditie. En dan gaan we verder. Hier is een soort van klimrekje. Daar kun je push-ups doen. Daar kun je strek oefeningen doen. Kijk, mijn pa doet er eentje, de Hulk hier. Nou, hij gaat wel verder. Hier kun je ook pull-ups doen. Nou, dat zie je hier. En je kunt hier deze dingen doen. Maar je kunt er natuurlijk ook overheen klimmen. Hier kun je er gewoon op staan. Zeg maar stapjes naar de zijkant doen. En gewoon stapjes erop doen. Dat is prima. Het ziet er heel debiel uit, maar goed. En hier sta je op. En... Ja, dit is nog niet klaar, joh. Dit is op voor je kuiten. Zakken. Moordend voor je kuitspieren, jongens. Dan gaan we naar deze. Inzoomen. Deze kun je gebruiken voor je balans. Zoals je ziet is deze plaat kun je bewegen. Dus mijn pa gaat het even demonstreren hoe je dat moet doen. Hoe lang ongeveer? 60 seconden, maar dat kun je zelf kiezen. Oké, het volgende onderdeel is dit. Gewoon naar je toe trekken en van je afduwen. En het mooie van dit apparaat is en die andere, dat je het in kan stellen. Bijvoorbeeld als ik dit vroeg voor de gein, dan wordt hij dus heel zwaar. Kijk, nu lukt het er niet meer. Ja? Oké, dat doe je zo. Ja, misschien speelgoed. Ik ben een filmpje aan het maken. Ja, dat klopt. Alleen, deze is een beetje kapot. Je kunt het bijna niet meer trappen en je kunt de zadel niet meer omhoog krijgen. Dus je moet een beetje staan. Maar het is echt super zwaar om te trappen. En sowieso, dit is allemaal best zwaar voor stand 1 en zo. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is dit ding. Deze
plaat kan roteren. En dan moet je erop gaan staan. En dan moet je die bewegingen gaan maken. Nu gaan we zeg maar alle onderdelen doen in de timelapse. En daarna zien we zeg maar wat het cijfer is. Vertellen we jullie wat het cijfer is. En wat we er allemaal van vonden. Of het goed of slecht was. Wat de pluspunten en minpunten waren. Ik zie jullie zo in de timelapse. En de minpunten van deze open air gym. Pluspunt 1. Gratis water. Punt 2. Hij is verstelbaar. Punt 3. Deze Northern Walker is heel soepel. Punt 4. Verhoog de push-up. Punt 5. Dit is ook voor je kuiken. Punt 6. Het is heel goed voor je balans. Punt 7. Deze is verstelbaar, maar hij heeft ook getalletjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de onderste natuurlijk ook. Dit is heel goed voor je zijwerkspieren. 9. Hier is een fitnessoefeningen. Training do's en don'ts. Hier. En stretch oefeningen. 1. Hij is een beetje te kort. Ik kan mijn hoofd niet steunen. En als ik optrek, doet hij ook zeer aan mijn kont. Minpunt 2. Deze is veel te zwaar voor de meeste mensen. Daar moet je wel mega hulp voor zijn. Minpunt
3. Je moet 2 keer vastgezet worden. Helaas is het nog niet helemaal hufteproef. Minpunt 4. Je kets heel makkelijk, je knieën tegen dat ding. Oké. Minpunt 5. Deze, die kan niet meer versteld worden. Is veel te zwaar. Helaas, door de hufters gesloopt. Helaas, kan die ook niet meer omhoog. Dit was de review van de Open Air Gym in Arnhem-Zuid en Mensingen-Oost. Mijn cijfer was een 7,3, omdat sommige dingetjes loszitten en dat is wat minder en sommige dingen zijn kapot. Vandaar mijn cijfer. Wat is jouw cijfer? Mijn cijfer is een 8, omdat je gratis watervoorziening hebt. Alleen, sommige onderdelen zijn te zwaar voor menige mensen. Ram natuurlijk kijk op die like-knop. Abonneer op mijn vaders neus, hier voor zijn kanaal. Mijn kanaal staat op mijn neus. Bye bye. Huis.